Trainingsvisie 15. En dat is natuurlijk een vrolijke trainingsvisie, want afgelopen zaterdag mooie prestatie, Willem. Ja, een hele mooie prestatie tegen een topclub, Quick Boys. Met heel goed spelersmateriaal en een verdiende overwinning. Inderdaad, een verdiende overwinning. Dat schrijft de pers en ik heb de samenvatting ook gezien. In de eerste helft toch een wat meer aanvallend Quick Boys. Maar dat had je eigenlijk ook al wel voorspeld, hè? Nou ja, kijk, onder druk van het thuispubliek en de kwaliteiten van Quick Boys kennende, ja, dan moet je wel aanvallen met zo'n ploeg. Je kunt het als trainer niet maken om daar behouden te spelen. En ze hadden het windvoordeel en wij hebben ze gewoon de bal gegund. En wij zijn vanuit de omschakeling gaan spelen. Is dat was dus echt een bewuste? Wij doen alles bewust. Ja? Dat heb je besproken van gun Quick Boys de bal. En, want hier thuis was het net andersom. Ik weet niet of je die wedstrijd in samenvatting ook nog gezien hebt. Maar toen was DVS de bepalende ploeg. Wat was de uitslag toen? Verloren. Dat bedoel ik. Precies. En dat vind je mooi, hè? Tactiek, hè? Kijken wat doet die tegenstander? Wat gaan wij voor plannetjes smeden? En dan lukt dat vaak. Ja, maar je hebt als trainer kun je een paar dingen doen. Dat is zorgen dat ze conditioneel en mentaal in orde zijn. Ze een goed strijdplan meegeven. En tijdens de wedstrijd kun je invloed uitoefenen met je wissels en eventueel met je speelwijze veranderen. En dat is het leuke van trainer zijn. Ja, precies. Dat wilde ik eigenlijk vragen, maar je geeft gelijk al het antwoord. Ik wilde echt vragen van wat vind je het leuke aan trainer zijn. Maar ik denk dat deze groep ook dat snel oppikt, jouw zienswijze. Even terugkomend op je vorige opmerking, ik denk dat wij elkaar steeds beter aanvoelen. Dat gevoel heb ik ook, ja. Echt waar? Ja, dat heb ik echt. Ja, of meen je dat of niet? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat jij nu een beetje weet wat voor vlees je in de kuip hebt. En ik had dat na 2 minuten al in de gaten. Ja, precies, dat is gewoon zo. Dat heb je heel goed. Hey, Willem, je geniet er van. Ken jij nog veel trainers die nu functioneren bij clubs in de derde divisie en tweede divisie? Ja, ik ken de meeste trainers natuurlijk wel. Ik loop al heel lang mee natuurlijk. Ja. Maar dat vind je ook leuk om met die lui de strijd aan te gaan. Zoals bijvoorbeeld afgelopen zaterdag Jan Zoutman van Quick Boys. Ja, natuurlijk. Ik ken ze allemaal en zij kennen mij. En het is elke trainer heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten. En dat wordt zaterdag met Jack van den Berg bij het ASWH wordt dat ook weer een heel gedoe, zeg maar. Ja, ken je Jack ook? Ja, natuurlijk. We hebben vaak tegen elkaar gespeeld. En hij is tactisch heel sterk. Nou, ik ben tactisch ook niet dom. Dus dat wordt een interessante wedstrijd. Een hele interessante wedstrijd. ASWH, daar verloor DVS de eerste wedstrijd met 4-1 van. Kansloos. Dat gaat zaterdag anders worden, denk ik. Nou ja, als je ziet hoe die spelersgroep zich ontwikkelt. En de automatismen die we er nu in gekregen hebben. We zijn met een paar automatismen begonnen, daar hebben we op getraind. En elke wedstrijd hebben we 2-3 automatismes erbij gedaan. En die gasten pikken dat heel goed op. En je ziet zelfs door die automatismen dat er een soort van spelvreugde ontstaat. En dat de resultaten op zich niet slecht zijn. Je antwoorden worden steeds langer. Komt dat doordat mijn vragen steeds korter worden? Nee, maar ik heb jou bijgepraat voor dit gesprek en je hebt goed geluisterd. Hartstikke mooi. Oké, maar tegen Capelle. Wat een schitterende beelden. Complimenten, DVS TV, livestream. Ik heb het in Oostenrijk helemaal kunnen volgen. En een fantastische eerste helft met werkelijk, wat zei hij ook, eredivisie combinaties. Nou ja, dat is inderdaad zo. Maar ik vind dat we daarin op twee fronten hebben gefaald. Ten eerste de wijze waarop we verdedigd hebben, dat was een beetje kinderachtig. Niet mannelijk. En ten tweede zijn we in de 16e waarheidszone, zeggen de Belgen, zijn we niet resoluut geweest. En daarin hebben we onszelf vergeten te belonen. Morgenavond speelt het tweede een belangrijke bekerwedstrijd. Spelen er nog spelers van de A-selectie bij het tweede? Spelen er 5 mee. Moet me niet vragen, niet wie, want we weten nog niet precies wie er meespeelt in verband met blessures. Oké, goed. Nou, hartstikke mooi. Mooie prestatie trouwens van het tweede. Geweldig. En het is voor ons fantastisch natuurlijk dat die jongens van ons ook ritme op kunnen doen in een belangrijke wedstrijd bij het tweede. Oké. Wat zal ik nog meer vragen? Heb jij zelf nog iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik nu echt nog eens even kwijt aan de supporters van DVS? Nou ja, het is heel belangrijk denk ik dat zij weten, als jij gaat skiën, je hebt de kunstknie, of hoe dat uitgepakt heeft, wil je daar iets meer over vertellen?
Nou, het ging hartstikke goed. Ik was die eerste afdaling natuurlijk zeer onzeker. Maar dat ging zonder problemen. En daarna hartstikke mooi. Dat ging echt helemaal top. Ik ben zielsgelukkig. Fijn om te horen. En ik was ook zielsgelukkig toen ik de uitslag Quick Boys DVS hoorde, 0-2. Wel een hele belangrijke, want had je deze verloren, dan stond je een beetje verkeerd. Had mijn tante kloten gehad, was mijn oom geweest. Dus hadden daar hebben we niks aan. Nee. Precies, zo is dat. 2 wedstrijden, 6 punten. Prachtig doelsaldo. DVS helemaal bovenaan in de derde periode. Ligt daar de focus of de focus op de competitie in het geheel? Jij komt ook uit de sport, dus je weet als goed sportman zijn, dan probeer je het hoogste te bereiken. En er is één prijs te verdienen voor ons op dit moment. En dat is periodekampioen van de derde periode worden. En daar liggen we op koers. En daarvoor is het noodzakelijk dat je zaterdag 3 punten pakt tegen ASWH, de ploeg van Jack van den Berg. Het zou prettig zijn, maar het gaat over 11 wedstrijden. Dus een keer verliezen is geen probleem. Dat is geen probleem. We wensen je heel veel succes in de voorbereiding naar zaterdag. Je hebt natte handen. Bedankt voor dit vlotte interview. Ben je nerveus? Nee. Ik heb geen natte handen. Nee, ik mis wel hier iets. Maar, ja, goed. Oké. Okay.